En minister Parmanant Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft op 12 maart de Marcousa aanplanten op Apura bezocht. De bewindsman heeft de boeren die aan de commerciële teelt van dit gewas doen, door een vertegenwoordiger van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness laten informeren over de financieringsmogelijkheden. Het ministerie van LVV zal het Marcousa-project binnenkort evalueren en overgaan tot landelijke uitbreiding. Ik ben hier ter oriëntatie op Apura. Voor de verkiezingen hadden wij, toen was ik nog geen minister, had hier een project lopen. Om de fruitteelt hier te stimuleren. En we waren toen begonnen met de teelt van Marcousa, dat er nu zo uitziet. En toen hadden wij 32 boeren hier gefaciliteerd, elk met 100 plantjes, om alvast kennis te maken met de teelt van Marcousa. Anderen die zijn ermee gestopt, maar je hebt toch wel een aantal die ermee door zijn gegaan. En waar we nu zijn op het bedrijf van meneer Roets, hij is een van de boeren die door is gegaan. Hij is verder gaan uitbreiden. Op de achtergrond ziet hij dat er meerdere fruitsoorten zijn. En dus hij heeft zijn bedrijf verder gediversificeerd. En het is leuk om te zien nu, na 2,5 jaar ministerschap, van hoe deze meneer nog steeds doorgaat met zijn Marcousa. Vol motivatie. En hij geeft ook eerlijk toe dat hij een goede inkomsten daaraan overhoudt. En hij heeft plannen om door te gaan. Hij vraagt nu naar van hoe hij begeleid kan worden om voor zijn uitbreiding. Omdat hij hiernaast verderop ook nog een 1,5 hectare terrein heeft die hij ook wil beplanten. Ik ben hier gekomen met een vertegenwoordiger van de Amanabank. Zij het NOVA-fonds voor ons beheren. Hij gaat straks ook een presentatie houden voor een groep boeren hier. Van wat de Amanabank kan betekenen voor hun, het NOVA-fonds. Wat de spelregels zijn en hoe we met elkaar door zouden kunnen gaan. Voor mij is het belangrijk om alle stakeholders binnen zo'n waardeketen. Te beginnen bij LVV. Hoe ver is LVV nu? We hebben laatst nog een LVV-kantoor hier geopend. We hebben wat mensen in dienst genomen die nu deels getraind zijn, maar verder zwaar getraind moeten worden. Vandaaruit gaan we ook de nodige begeleiding geven aan de boeren. Begeleiding houdt in niet alleen maar voorlichting en beschikbaar stellen van planmateriaal, maar ook boeren die serieuze plannen hebben en commercieel willen gaan. Hoe wij daar middels NOVA hun die financiële ondersteuning kunnen bieden. Dus wat de spelregels zijn, dat zullen ze later horen van de vertegenwoordiger van de Amanabank. We krijgen morgen hier, want ik ga pas morgen terug, een CEO van het bedrijf welke alle fruit hier opkoopt, verder verwerkt en doorvermarkt. En als er zaken zijn die nog met die persoon besproken moeten worden, dan doen we dat meteen. En natuurlijk, hoe staat het met transportzaken? Dus al die dingen wil ik bespreken met de boeren zelf. Maar kortom, echt leuk om te zien van hoe deze meneer hier bezig is. En je ziet het ook aan de grootte van zo'n vrucht. Dit is niet de Surinaamse variëteit, dit is de Braziliaanse variëteit. Het is een hybride, welke hier door een particulier was geïmporteerd in het begin. Deze plantjes komen van hem, maar nu gaan we wat groter met het project. We gaan landelijk met het project. Dus het is ook goed om te weten van voordat je groter gaat, wat zijn de ervaringen uit het verleden? Dus die evalueren we nu ook. Fouten die gemaakt zijn, moeten we niet meer maken. Dus die gaat die evaluatie uitwijzen. Maar nogmaals, ik ben bijzonder blij nu mee te maken dat, ondanks dat het toen COVID was in het begin, tijdens en na de verkiezingen, ondanks dat er twee keren hier alles onder water was gelopen, dat deze meneer het toch gered heeft. Om zijn aanplant te behouden. Okay. U heeft daarnet gezegd dat er gronden onder water zijn gelopen. Gaat vanuit het ministerie ook hierbij steun worden aangeboden? Ja, ik ga een team achterlaten, welke hier ook is meegekomen. Om voor mij samen met de DC te inventariseren van welke de terreinen zijn, welke voornamelijk de boeren verbouwd worden. Waar het knelt in het hele systeem van afwatering, wat er moet gebeuren. Want op dit moment bijvoorbeeld, mocht je een aannemer nodig hebben om ergens een kanaal door te steken of schoon te maken, die zijn er niet hier op Apura.
hoe kunnen wij, wat moeten we doen en hoe kunnen wij iemand stimuleren om met zo'n bedrijf te beginnen? Moet een aannemer, moet een nieuwe aannemer komen of moeten de boeren zich beter organiseren dat wij via de financiële instellingen machines beschikbaar stellen aan zo'n coöperatie dan, als ik dat zo mag noemen, en dat de boeren zelf al die zaken ter hand nemen. Dus het zijn allemaal discussies. Vanavond zitten we weer met hun. Morgen, denk ik, is er ook een vergadering met een aantal van die stakeholders hier. Om te kijken van hoe wij nu samen eruit komen. Want je merkt ook, je hebt gisteren ook gelezen, La Niña is zo'n beetje voorbij. En El Niño moet nu starten. Dus we gaan wat meer droge dagen hebben om te werken aan die voorzieningen welke dringend nodig zijn. Is wordt dat ook onderdeel van het SAMAP-programma? Nee, SAMAP is al zo'n beetje voorbij. En er waren 2 rondes voor SAMAP. En beide rondes hebben we al gehad. De boeren die bij de tweede inschrijving waren geselecteerd, die wachten nu op hun spullen. SAMAP heeft ook meerdere aspecten gehad. Een aankoop van labapparatuur, welke iets gebeurd is. En is overgedragen aan NIFS en het Visgrondinstituut. Dat deel loopt. Dus SAMAP is al bijna ten einde. We hebben nu om een verlenging gevraagd van 1 jaar om zaken af te ronden. Omdat er vertraging was, ook vanwege COVID en die overstromingen. Ik begin omdat hij juist over het dorp en van jongs af ik heb altijd leren met hoe moet roken te groeien. Zo groen roken controle mijn hobby. Ja, ik ben zo werkelijk bij 6 maanden ik ben mijn oosba. Maar eerste lees is dat ik niet in eigen voer, maar bakkerati ik ben er rentabel. Oké. Maar ik zat daar 6 door, dan met picking en met charing gue. Maar tussen tijd, ano allemaal die lepinasem, dus de one zei voor de one voor zien, maar begin picking en dan me verwerk dan trompelen, dan putten batter. Dat daar gewoon overheid. En we maken moeite zijn en gewoon tof voor de serie. Ja, maar. En dat ik allemaal kus heb, lepi wan lees, dat ik kan. Piki allemaal de chagwena. Na een hoeveelheid zei ik zie, dat je weer voorwerk. Gewoon trompelen. Wel, om eerlijk te zijn, na lange me suku je pik baam na ti. Alleen weer we kies water overlast. En. Mijn suku heb je overal maar nee kon af als je hem dat die bedrijf wat die jas om aan de man je uur de machine die klein ondernemer dus alles aan zij zie jas om na met de hand me doe en dat rang om dat die me go voor aan dat 1863 salanga ting ba en dat systeem zou dien zien dat toch me dien als hem systeem eten want ik vond het begin van een machinaal systeem. Ja, bijna in het doen van precies. Want ik heb het ook af en toe. Ik heb een machine die ik voor LVV kon doen. Ik heb een machine die ik kan jaren per dag. Dat ik zei dat ik hier wil ik op een goed doen. De machine die jaren machine one day, dat ik op halen laat en goed terug in one day. Nou, zo heb ik het van over.